Goed, Ed. Nou, ik weet wat ik als buitenlander moet doen. En ik weet ook een beetje over jou. Nu gaan we praten over de trends in China rondom allerlei verschillende zaken. Mobiliteit, uiteindelijk payment en retail. En dan de morele crisis van China en het credit systeem. Dat zijn de volgende onderwerpen. Even over de algemene grote trends. Je bent in 2011, ik ben er eigenlijk voor het eerst gekomen in 2000 ongeveer. En ik heb een gigantische overgang meegemaakt. Maar jij bent eigenlijk vanaf 2011 zeg maar, daar intens in gekomen. En nu, als we kijken over de afgelopen 5 jaar. Wat vind jij de grote trends die jij zo'n beetje ziet van groot naar lokaal? Ja, hele grote trends is natuurlijk de enorme penetratie van WeChat en Alipay. Ja. WeChat als social medium. Daarnaast heb je nog wel wat andere social media, zoals Sina Weibo en QQ. Maar WeChat is toch wel echt de toonaangevende app. En ja. Mensen die het een beetje gevolgd hebben, daar is van alles is daar in geïntegreerd. Dus je kunt van je boodschappen doen, tot een taxi bestellen, tot een maaltijdbezorging. Het zit allemaal in die app. En dat is extra sterk nog aangewakkerd door iets waar Tencent 2 jaar geleden, Tencent is het bedrijf achter WeChat, 2 jaar geleden mee begonnen is. En dat heet mini-programs. Ja. En mini-programs moet je eigenlijk zien als een app. Ja, gewoon een app store. En je hoeft niet meer naar een app store toe, maar je scant gewoon een bepaalde QR-code en hij zit gewoon meteen op je telefoon. Er zijn hele kleine programma's. Dus het gaat super snel. Je gooit ze ook weer weg als je ze niet meer nodig hebt. En de hele koppeling tussen je on- en je offline leven, met name als je gewoon buiten op straat loopt of naar een winkelcentrum gaat, loopt via die mini-programs. Ja. Nou, die zijn zo succesvol geworden dat je ziet dat Alibaba en Baidu nu ook allemaal van die mini-programs hebben overgenomen en in hun ecosysteem aan het opnemen zijn. Dus wat je daarmee krijgt is dat systemen als een Alipay en een WeChat eigenlijk hun eigen operating system zijn gaan worden. Ja. Ze draaien op iOS, ze draaien op Android, maar binnen die app draait vervolgens je hele wereld. Er zitten 2 apps op je telefoon en daar binnenin gebeurt eigenlijk alles, zeg maar. Je zegt ook, je hebt dus digitaal, mobiel, desktop en eigenlijk fysiek leven is nu helemaal geïntegreerd. En dat heb je dan over allerlei gebieden. Als je bijvoorbeeld kijkt over mobiliteit, hè, van, daar gebeurt ook heel veel. Micromobiliteit. Je kunt met die WeChat-apps kun je overal langslopen en een fiets pakken en een scooter pakken en dat soort zaken. Hoe is dat? Kun je eens iets over mobiliteit praten, hoe dat de afgelopen jaar veranderd is? Nou ja, mobiliteit, daar heb je een aantal zaken. Heb je dus inderdaad de leenfietsen. Die zijn op een gegeven moment, ik denk dat het 2014 was, uitgestort over de steden. De manier waarop de verschillende bedrijven, OVO, Mobike, Hellobike, je had er verschillende, met elkaar concurreerden, is van zet maar zoveel mogelijk fietsen neer op straat tot mensen eroverheen struikelen en dan moeten ze wel gebruiken. En geef maar zoveel mogelijk korting. Dat mensen er bijna gratis kunnen fietsen van A naar B. Ja. Zeker voor de last mile, zeg maar van je werk naar het metrostation op en neer. Daar werden die fietsen heel erg veel voor gebruikt. Ja, fantastisch. Het was echt helemaal geweldig en makkelijk. En ik was helemaal enthousiast toen ik dat in 2014 voor het eerst zag. En dat werd echt een chaos. En wat ging er dan mis? Nou, er zijn veel te veel fietsen zijn er neergezet. Heel veel fietsen gingen ook kapot. Die werden dan vervolgens door de bedrijven die ze hadden neergezet niet opgehaald. Dus je kreeg, zeg maar, om de rand van de grote steden ontstonden bike graveyards. Waar al die fietsen opgestapeld liggen. Nou, je moet echt maar eens een keer gaan googlen, mensen die dat nog nooit gezien hebben. Ja. Bike graveyard China. Echt enorme bergen met afgedankte fietsen. Tot de overheid op een gegeven moment zei van, nou is genoeg geweest. De overheid is gaan ingrijpen. Die heeft gezegd van, geen nieuwe fietsen meer in de stad. Die heeft ook een aantal van die fietsbedrijven ertoe gedwongen om geozoning toe te passen. Dat je je fiets alleen maar op bepaalde plekken neer mocht zetten. Zet je hem buiten zo'n toegestaande plek ergens neer, zet je hem op slot, dan stop je betaling. Maar als dat dan een plek was waar die eigenlijk niet mocht staan, kreeg je de bewijs van nog een boete overheen. Of de eerstvolgende keer dat je zo'n fiets wilde gebruiken, dan betaalde je de dubbele prijs. Dus ook weer een soort van carrots and sticks werden mensen daarmee. En er zijn er eigenlijk nog maar 2 of 3 grote zijn er overgebleven. En het is de chaos is een beetje verdwenen uit de grote steden. Maar het is wel iets wat de Chinezen nog heel erg veel gebruiken. Wat nog wel steeds een heel groot vraagteken is dit nou een winstgevend concept voor die bedrijven die dit aanbieden? Welke 3 zijn er eigenlijk nu nog over? Je hebt Mobike is nog een grote. Mobike is overgenomen door Meituan Dianping. Dus zit ook weer in een ecosysteem van een bepaalde app geïntegreerd. Er zijn ook alle fietsen zijn ze nu aan het rebranden. Dus die zijn aan het veranderen in de steden. OVO bestaat nog, maar OVO die hangt echt op de rand van bankroet.
Ja. En je hebt Hello Bike, dat zijn de blauwe, en die zijn gelieerd aan Alibaba. Dat zijn eigenlijk de drie grootste die je op dit moment nog ziet. En kan ik die gebruiken als buitenlander? Als je op de een of andere manier het voor elkaar kan krijgen om WeChat aan de gang te krijgen en WeChat betaling, wat heel erg lastig is, er zijn wel trucjes, maar ja, ja, het is lastig. Eigenlijk hoewel ik geloof dat er wel, net zoals bij Didi wat we eerder zeiden, dat er ook van Mobike ook een internationale app is, want Mobike is ook in een aantal landen buiten China actief geweest. Dus als je de Mobike app downloadt uit de App Store en die probeert, dan zou het kunnen dat het werkt. Oké, okay, hartstikke mooi. Je ziet ook steeds meer, dat is die micro mobiliteit. Elektrische auto's, zie je dat veel? En zie je laders, zie je dat veel in de steden? Ja, we hadden het toen straks in het voorgesprek al over. Jij bent meer bezig met elektrische auto's dan ik zelf. Ik ben wel een tijdje geleden bij Baidu geweest. En wat je dus ook bij Baidu bijvoorbeeld ziet, is dat zij heel erg sterk al bezig zijn met elektrische auto's in combinatie met autonomous driving. Ja. Apollo, dat is hun systeem eigenlijk. En ja, dat gaat ook wel vrij hard. Er is echt wel een wedloop aan de gang tussen Amerika en China. En wat ik zelf daar het meest interessante aspect vind, is meer de gedachtegang van wanneer is iets acceptabel. En wat je heel erg ziet bij Google bijvoorbeeld, bij Google's autonomous driving, is dat mensen heel kritisch zijn op gebeuren er nog ongelukken mee. Terwijl in China veel meer de gedachtegang is van als er al minder ongelukken gebeuren met autonomous driving dan als we mensen zelf laten rijden, ja, dan vinden we het eigenlijk goed genoeg. Dus dat is wel een verschil in perceptie tussen Amerika en China. Ja. Verder, ja, in mobility heb je natuurlijk de taxi-apps als Uber. Dat is dus Didi in China. Ja. Overgenomen door Didi. Ja, daar vindt ook nog steeds een hele hevige concurrentie tussen verschillende partijen vindt er eigenlijk plaats. Oké, okay, hartstikke mooi. Oké, okay, en zie jij nou veel elektrische auto's rijden? Bijvoorbeeld Tesla, zijn die nog populair? Of BYD of zo? Zie je dat al gewoon, is dat al gewoon goed zichtbaar in het straatbeeld? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben geen autobaf. Dus ik heb er eigenlijk niet zo op gelet. Het is niet een van de dingen waar ik heel erg op gelet heb. Ja, dus je hebt er in ieder geval niet gezien. En niet op gelet, maar ook niet gezien. En ook laadpalen of zo zie je ook niet op elke hoek van de straat. Nee, de laatste keren in april dat ik er geweest ben, ben ik ze niet echt tegengekomen. Maar dat kan in China zo veranderen in een paar maanden tijd. Ja, daarom. Maar het is in ieder geval, ook al zijn het 1 miljoen auto's per jaar die zeg maar, in China worden verkocht elektrisch, dat betekent nog steeds dat jij het nog ineens helemaal niet hoeft te zien in het straatbeeld. Dus wat dat betreft is dat heel interessant. Hoe druk is het verkeer op dit ogenblik? En als jij reist, hoeveel zit je dan in de file en kun je maar 100 keer beter de metro gebruiken? Ik zit bijna niet in de file omdat ik bijna alleen maar met de metro reis. Tenzij ik niet met de metro kan. Als je bijvoorbeeld naar de Alibaba campus wil in Hangzhou, daar gaat geen metrolijn naartoe. Dus dan moet je wel met de taxi. Maar dan probeer ik altijd de spitsuren zoveel mogelijk te vermijden. Met name in een stad als Beijing staat de hele stad gewoon 2 keer per dag in een total gridlock. De overheid heeft ook de nummerplaten gereguleerd. Dat je met bepaalde nummerplaten mag je op bepaalde dagen van de week mag je de weg op. Om te voorkomen dat het helemaal vast komt te staan. Maar dat is redelijk dramatisch wat dat betreft. Dus ik gebruik het liefst zoveel mogelijk de metro. Ja, dus het loopt echt gewoon compleet helemaal vast, het hele vervoer. Het is echt gewoon van, het is rampzalig. Ja, wat wel heel erg interessant is dat partijen als Alibaba, die zijn bezig met het ontwikkelen van software en artificial intelligence voor zogenaamde smart cities. En Didi, ook weer de partij met de taxi-apps zeg maar, en de ride-sharing-apps, die werkt daar ook aan mee om uiteindelijk software te ontwikkelen die beter kan gaan reguleren hoe het verkeer in bepaalde steden geleid en omgeleid wordt als het ergens te druk is. Dus dat is ook wel iets, ik geloof dat ze in Hangzhou zijn ze daar redelijk ver mee, dat is natuurlijk de thuisbasis van Alibaba. Dus dat is ook wel een trend die moet gaan helpen uiteindelijk bij het beter reguleren van verkeer. Ja, oké. Okay. Goed, dus dat zijn even een beetje de grote trends. Jij bent heel erg bezig met retail. Dus vertel eens, jij hebt er van die retail tours waar je door alle steden heen gaat en zelfs inderdaad van niet bemande stores tot andere dingen. Wat zijn de grote trends op dat gebied? Ja, wat je ziet in new retail is een term die, als ik het goed heb, in 2016 is geïntroduceerd door Alibaba. Nou, Tencent die doet het ook. Die noemen het alleen Smart Plus Retail. En JD.com, de grote concurrent van Alibaba, die doet het ook. Die noemen het Unbounded Retail. Maar het komt er in principe op neer dat online en offline veel meer met elkaar gaan versmelten. Met als doel de return on investment
te verbeteren. De efficiëntie en de effectiviteit te verbeteren. Ja. Dat zie je onder andere zie je dat terugkomen in onbemande winkels, waar theoretisch niemand meer binnen hoeft te staan. Je ziet vaak toch nog wel dat er toch nog wel een winkelmedewerker bij staat, omdat heel veel Chinezen nog moeten wennen aan het concept. En vaak niet de eerste keer begrijpen van hoe kom ik nou überhaupt die winkel binnen. Mm-hmm. Ook al hangt het heel erg groot in aan een grote poster aan de buitenkant. Ze zien een QR-code scannen en ze denken van oh, als ik die QR-code scan, dan kan ik dus naar binnen. Terwijl je dan eigenlijk eerst een apart accountje moet hebben. Dus dat zie je niet altijd even succesvol, maar wel heel erg. Dat zijn wel vaak een van de dingen die mensen die met onze tours meegaan het meest indrukwekkend vinden. Om te kunnen zien dat ja, in sommige gevallen moet je zelf die barcodes nog scannen. Soms wordt gebruik gemaakt van RFID-tags die op de producten zitten. En loop je gewoon door een soort van sluisje naar buiten. Je gezicht wordt gescand en er wordt meteen van je mobiele tegoed afgehaald. En een van de concepten, dat is Bingo Box, daar hoeven ze niet eens meer RFID-tags, want die kunnen ze aan de vorm van het product kunnen ze die al herkennen. Als je die op een toonbankje neerzet, en dan wordt het ook meteen afgerekend. Dus dat heb je onbemande winkels. Je hebt fresh food stores, fresh markets. China heeft al een hele lange tijd supermarkten, maar supermarkten met een hele hoop verse producten, die had je eigenlijk tot een paar jaar geleden niet. Want daar gingen mensen voor naar de wet market. Dus wat je nu tegenwoordig hebt, is je hebt winkels als Gurma van Alibaba, Fresh Hippo noemen ze die in het Engels, en 7Fresh van JD.com, waarbij je heel veel verse vis, verse groenten kunt kopen, verse producten, geïmporteerde producten uit het buitenland. En vervolgens kun je, in sommige gevallen kun je ook zeggen van nou die vis die wil ik niet meenemen om thuis klaar te maken. Maak hem hier maar voor me klaar, want ik eet hem hier ter plekke meteen op. Want dan kunnen jullie volgens mij veel beter dan dat ik het thuis kan. En mensen die uiteindelijk zijn gewend aan de kwaliteit van bijvoorbeeld een Gurma, die bestellen dan vervolgens gewoon thuis vanaf de bank via de app. En dan wordt het gewoon de helft van het personeel wat je in zo'n winkel ziet rondlopen, dat zijn eigenlijk orderpickers, die zijn orders aan het verzamelen van producten die worden uitgeleverd in een straal van, ik geloof iets van 3 tot 5 kilometer rondom de winkel binnen een half uur. Dus dat is een belangrijke trend die je ziet in nieuw retail. Je ziet heel veel gimmicks en gadgets, mm-hmm, zie je in winkels verschijnen. Vaak, naar mijn mening, worden die met name gebruikt om mensen nieuwsgierig te maken en een keer te laten gebruiken. Dus je hebt zogenaamde magic mirrors, dan kun je jezelf laten scannen en dan kun je het hele assortiment van zo'n winkel op je eigen lichaam laten projecteren in zo'n mirror. Vinden mensen ook vaak leuk om uit te proberen, maar ik denk wel een heel hoog gimmickgehalte. Ja. Veel gamification in winkels. Een prachtige winkel is bijvoorbeeld de Nike House of Innovation 001 in Shanghai. Als je daar in de basement gaat, daar zit een soort van game arena. Dan krijg je een paar Nike's aangeschoven. En dan kun je een soort van een actief spel gaan spelen tegen de computer. Dus heel veel gamification zie je ook tegenkomen. En ook steeds meer delivery via drones, met name op het platteland. Ook autonomous driving vehicles die binnen kantoorpanden pakketjes bezorgen, dat soort zaken. Dus ja, dat is in de retail een aantal van de voorbeelden. En wat we tijdens onze tours doen, is dat we meestal een heel programma hebben dat we al dat soort verschillende innovaties gewoon zelf gaan uitproberen. Ja, de eerste is nu weer in oktober, geloof ik. Ja, de eerstvolgende is samen met Focus Plaza, want ik doe het samen normaal gesproken met een derde partij, met Focus Plaza. Er is in oktober gaan we waarschijnlijk 1 of 2 reizen doen samen met de Rabobank. En er is een reis met het Belgisch platform Argonauts ook in oktober. En dan vervolgens, dan stop ik meestal in november, want dan wordt het weer wat minder behagelijk in China. De smog wordt vaak wat vervelender. En dan beginnen we in maart, april met een nieuwe cyclus. Dus dat doen we 2 keer per jaar. Hey, same day delivery is ook een grote trend, hè, in de grote steden. Hoe makkelijk is dat? Kun je dat, heb je dat zelf ook gebruikt? Ja, nou, zeker JD.com. Iedereen kent Alibaba, er zijn wat minder mensen misschien die JD kennen, Jingdong. Jingdong is een echte e-tailer. Dus die koopt in principe in en die heeft de producten op voorraad en die verkoopt weer naar consumenten. Terwijl Alibaba op platforms als Taobao en Tmall zijn eigenlijk gewoon een marktplaats. Zij hebben dat niet zelf in beheer in de meeste gevallen. Dus zij konden gewoon koper en verkoper aan elkaar. Maar JD die koopt het zelf in. En omdat ze het zelf inkopen, kunnen zij dat ook in verschillende depots neerleggen. En hebben zij normaal gesproken in de grote steden, binnen 4 uur kunnen zij leveren. En dat is dan met name voor non-food.
maar met foodartikelen, met winkels als inderdaad een Seven Fresh en een Gurma. Die kunnen in het bezorgingsgebied van een straal van ongeveer 3 tot 5 kilometer, kunnen zij binnen een half uur kunnen zij leveren. En wat je ziet is dat Alibaba heeft op het moment volgens mij al meer dan 135 van dat soort winkels. En ze zijn een bepaalde grid aan het opbouwen in de stad, op de plaatsen waar heel veel mensen in die appartementengebouwen wonen. Om het uiteindelijk de hele stad te kunnen bedienen met dat soort fast delivery diensten. 130 winkels, maar dat moet nog veel meer worden, ja. Zeg maar. Volgens mij is het meer dan 135. De laatste keer dat ik gekeken heb, is een maand of twee geleden, waren het 135. Ja. Oké, nou dat is denk ik. Maar het grootste gedeelte is nog steeds gewoon traditioneel. Wat is er nog innovatief aan? De payments methode is een QR-code en betalen via WeChat of via Alipay. Maar Alipay is het grote, de grote massa. Als je kijkt van, als je het vergelijkt met hoe wij het in Nederland doen, is dat nog echt heel veel anders. Ja. Laat wij contactloos. Een aantal grote verschillen die je ziet is dat. Online wordt er, het aandeel online in retail is groter dan in Nederland. Is bijna 45% in China. Okay. En dat komt onder andere dat bepaalde producten gewoon heel erg moeilijk te verkrijgen zijn buiten de grote, wat ze dan first en second tier steden noemen. Dus dat op sommige plaatsen in China kun je ze alleen maar online bestellen. Maar het is ook het gemak wat de mensen met online bestellen zien. En wat een belangrijke trend is, is social commerce. Dus dat commercie steeds meer gekoppeld wordt aan social media, aan influencers, aan key opinion leaders, aan livestreamers. Dus je ziet steeds meer dat soort zaken worden ingezet, in gecombineerd met e-commerce om producten te verkopen. Waarom? Omdat de gemiddelde Chinees die is nogal wantrouwig over de kwaliteit. Dus die heeft meer vertrouwen in een betrouwbare KOL, een influencer, die een product aanprijst dan de gemiddelde advertentie die ze zien. Okay, nou, dat is een mooie segue in het volgende punt. En dat gaat over de morele crisis en het creditsysteem. Dus dat wordt de volgende video.